Bij plastic denk je misschien aan een colafles of een draagtas. Maar wist je dat dit voetbalshirt ook gemaakt is van plastic? Frisdrankflessen kunnen worden gerecycled door er nieuwe flessen van te maken. Maar mijn sportshirt, vleesbakjes of tapijten zijn vervuild met kleurstoffen of voedselresten die lastig zijn om te verwijderen. Dit maakt ze ongeschikt voor reguliere recycling, waardoor ze vaak verdwijnen in de verbrandingsovens. Daarom doen wij onderzoek naar een nieuwe methode waarbij we plastic afval chemisch recyclen. Bij dat proces worden de lange moleculen waaruit plastics bestaan opgeknipt in kleinere bouwstenen. Deze bouwstenen zijn wel gemakkelijk om te zuiveren van de aanwezige vervuilingen. Vervolgens kunnen de schone bouwstenen worden gebruikt om weer nieuw plastics van te maken. Mijn hoop is dan ook dat we in de toekomst met deze methode al het plastic afval een nieuw leven kunnen geven.